Hey allemaal en wat leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe aflevering van Mytopia Pre-Public. En ja, ik ben nu een beetje homeless, hallo muisje. Maar ik ga een huisje kopen en ja, 7 of 5, wat is dit? Wacht even. Plot 57 was het dus al bezet, wat is dit? Oh, allemaal uitleg, ja handig, ja leuk. Oké, maar ik ga een nieuw huisje kopen, dus ik hoop dat er nog plek is ergens. Hallo, is er iemand? Hallo? Maar zijn ze dicht. Wat is dit? Belangrijk lopende afspraak. Nou, ik ga even kijken of er iemand achter is. Hallo! Oh! Hey! Hi! Hey, ik zat de gemeentebode te lezen. Hi! Gemeentebode? Ja, die heb je nog niet. Hier, alsjeblieft. Oh, dank je. Hi. Nou, er zal wel heel veel nieuws in staan, hè? Ja, er staat nog een of andere machtje als burgemeester in. Ik zie het, ik ga hem straks wel even lezen. Ja, er is maar, nog geen uitkomst. Ja, wat is er? Vertel, wat doe je hier? Ik wil een plotje kopen. Mag ik binnenkomen trouwens? Ja, natuurlijk. Het was eerst van mij en dat is zo raar ineens. Oké, ik kom binnen. Hi. Hi, ik wil graag een plotje kopen. Dat is mogelijk. Normaal doen we dat achter de balie, maar ja, dat doen we dan maar hier. Ja, er stond niemand, dus ja. Ik kom meteen mijn dingetje. Maar heb je geen stoel voor mij? Nee. Maar dat is bij de andere mensen ook niet. Dus daarom, alleen maar de wethouders die boven zitten. Ja, ja. Ja. Nee, maar ik wil een huisje kopen. Ik had 57 in gedachten, maar ik hoorde dat die, of tenminste, ik zag dat die weg is. Volgens ons document is die van Maserati, dat klopt. Ja. Dus dat wordt hem niet. Nee, maar heb je eentje die wel leuk is? Of misschien kan je met me erheen, of weet ik veel. Ik weet niet. Wil je even kijken? Ja, als je wil. Ja, natuurlijk. Dan kan ik het meteen niet van mij laten zien, dus dat, hè? Ja, daar heb ik ook echt heel veel aan. Ja, nee, ik heb die voor mij verbouwd. Ah. Een klein beetje, ik heb er wat aan toegevoegd, zeg maar. En dan kan je meteen zien van, oh, nou, hè, zo kan het eruit zien. Ja, dat zal het zijn, ja. Ik heb geen dorst. Er staan nieuwe mededelingen op. Ja, ik zat ook even te kijken. Elke persoon dat er woont moet een vergunning voor PIN uit een bed hebben. Minimaal 7 blok per persoon voor een woning. Vergunning PIN kost 5000, oké. Mocht het precies voor vraag, moet jij level 1 zijn. Geen antwoord op jouw aanvraag na 4-5 dagen afgelopen. Ben je level 1 en 100k. Moet je een goede reden, dan heb je kans op een gratis statuswoning. Die kind tegen ons is ben. Bij elk bedrijf mogen in totaal 6 mensen werken. Oké. Okay. Het zal wel. Ik heb niet eens op gelet. Nee. Oh. Maar ja, als jij praat op... Hey, ik wil mijn huisje terug. Hey, ik wil mijn huisje terug. Ik wil mijn huisje. Hallo. Misschien wil hij mijn huisje teruggeven. Nee, denk het niet. Dan is hij zijn huis kwijt en is hij zwerver weer. Ja, oké. Okay. Maar dat hij gelijk een andere krijgt die ik voor hem betaal. Ja. Hé, hey, maar kijk. Omheen. Had je dit al gezien? Allemaal hekjes. Nee. Ik weet ook niet wat het is, maar dat is hekjes. Misschien komt er een muur. Een muur? Nou, hier komt geen great wall. Nee. Ja, maar later kwam er ook een muur. Ja, dat is zo raar. We leven in het verleden nu eigenlijk. Oh, zo. Nee, want aan de andere kant is het ook. Dus daarom. Ja, maar dat komt omdat je zo door kan lopen. Misschien wordt het afgesloten. Ja, maar er ligt nou wel een dak in, dus misschien komt er een tweede verdieping. Hoe duur zijn die plots? 4k. Ja, dit komt door jou, dit heb jij ooit geplaatst. 4k. Ja, 4k, ja. Dat is toch een mooi prijsje. Ja, welk huisje moet ik kijken dan? Ik heb huisje 51. Ik word bijna omringd. Aan de linker rechterkant van mij word ik wel... waarom hebben deze zo'n leuk schattig huisje zo aan de voorkant? Leuk, ja, die is echt heel leuk. En dat deze zijn normaal niet mooi. Nee, klopt. Zit er een paar tussen van die. Ik weet niet waarom, maar oké. Maar ja, ik heb 51 hier. Net zoals vroeger. Ah. Ja. Jawel, ja. Zoals vroeger. Ja, kijk maar naar binnen. Ja, ik keek naar binnen. Ja, je kan naar binnen toe. Oh. Hoe kom je aan een golden apple? Die heb ik gekregen. Van wie? Ja, weet ik niet. Van een of andere random persoon. Toestemming. Toestemming, ja. Toestemming. Ja, ik heb er allemaal wat dingen die eigenlijk in een prullenbak horen. Ja, en dit... Oh, geef maar mij dan. Nee, laat maar liggen. Dat is historie. Hé, hey, pak zo maar mijn eten. en dit heb ik uit bekreet. Ja. Dankjewel. Nou, nee, ik ga er... Zag je het? Ja. Jammer. Mooi bed, hè? Ja, oké. Okay, ja, maar dat dus. Ik wil een plotje kopen, ja. Ja, kijk, dit plot is al verkocht. Alleen deze is nog van iemand. Waar ben je nou? Ah, die is ook al van iemand. Oh, je kan hem upgraden, denk ik. Nee, want... Nee.
Want dit staat er, dat staat er, dit staat er allemaal standaard al. En ik verkoop ook zulke plots nog. 52. Ja, waar ben jij? Waar praat je veel? Je kan er ook toch niet naar jou. Dan zeg je van, hey, ik wil zo'n huisje in plaats van zo'n huisje. Fuck. Ja, ik heb nog geen buren dan. Ja, dit huisje is wel kleiner, hè? Hier heb je zelfs een stoel erin. En in die andere huisjes niet. Nee, maar ik wil deze dan wel kopen. 4K, toch? Je wilt mijn buurvrouw worden. Ja, maar mijn bed is niet oké. Waarom niet? Mis een stukje. Oh, ja, nou, dat moet je dan laten aanpassen. Oh, ik kan hier kijken. Ja, dit mist gewoon een stuk. Maar dat is Godverdorie. Dat is niet goed. Nee, maar ik wil die wel kopen. Die wil ik kopen. Ik heb geld op zak als je wisselgeld hebt, maar ik kan ook mee naar de gemeente straks. Maar ik heb die monies. Dan gaan we eerst even langs de gemeente. 52, tot zo. Ja, tot zo, 52. Is deze ook nog vrij dan? Wat? Nee, die is ook al bezet. Godverdorie. Ja, okay. Er gaan mensen hier naartoe en die schrijven denk ik op welke allemaal van die leuke daken hebben. Want ja, dan vragen ze er één. Dan zeggen ze van, ja, en dan zeggen van, nee, ja, die is al verkocht. En dan zeggen ze, oh, doe dan maar deze. En dat is dan precies zo'n huisje. Dus ik denk kunnen we rennen, hoor. Ja, is goed. Wat is je fit goed voor Oh, 30. Oh, oké. Okay. Heb ik je ingehaald. Ja, ik heb ook een vakantie gehad, 2 dagen. Ja, van al het harde werken, ja, één dag. Ja, zaterdag ook niet, hoor. Nou, jij was ook geslopen. Ik was ook geslopen toen, ja. Echt, het was echt vermoeiend. Ja, maar officieel, hè. Een burgemeester hoort niet achter een balie te staan. En ik stond er gewoon echt de hele avond iedereen weg te werken. Ja, dat is toch goed? Nee. Jij was er niet, Willem was er niet. En de ene keer was Willem er wel, dan was jij er weer wel, dan was ik er weer. Nou, het was op een gegeven moment zo chaotisch, hoor. Ik moest weg. Ja, nou. Zo, 1, 2, 3, 4, hè? Ja. Oké. Lange wandeling. Hey. Ja, lange wandeling. Ik wil even zitten, ja. Jongen. Hey, wie zijn deze twee leuke mensen? Ja, niet, ja. Oh, die allebei spelen ze nou weer, hè? Ook de ik ken vrouw, ze niet. Dit is een man. En ja, dat is de CEO van de bank, toevallig. Oh, en zijn vrouw is nou ook in de stad komen wonen. Die heeft die andere make-up op, oké. Okay. Ja. Ja, hij heeft van die lenzen waardoor je oogkleur verandert. Ja, op die fiets. Ja. Nou, zij lijkt me aardig. Ja. Hij ook, maar... Zij woont nu samen in een huis met de receptiemedewerker bij het bouwbedrijf. Ah. Ja, omdat ze niet altijd in de stad kan zijn en moet er iemand op het huis passen. En een man op een huis passen is denk ik niet zo'n goed idee, toch? Nee. Maar... Ik ga even een boekje lezen als je ondertussen even een boekje schrijft. Ja, is goed. Ik ga het helemaal voor je doen. Ja. Nou, welkom bij de eerste editie alweer. Jeetje. Nou, ik ga even snel vluchtig er doorheen, hoor. Staffuncties. Gemeente, markt. Ja. Ja. Ja, perfect. Heel leuk. Psst. Wat? Psst. Wie zegt psst? Oké, ik zou gaan... Hallo. Iemand zegt psst. Hier. Waar? Hier, achter de deur. Dan moet jij eigenlijk zeggen kst. Ja, ik heb met elkaar geslagen. Kst. Kom maar, snel binnen. Zo. Ja, leuk. Poef. Payoff. Oké. Oké. Dat is dan 10k. Wow. 4k. 1, 2, 3, 4. Hoedje van. En dan krijg je niet nog een keer 1, 2, 3, 4 hoor. Ja, oké. En dan. Zwelgje. Ja, dat is zo heet je kat. Heb ik gezien in een. Iemand ging periscopen in Mytopia of zo. Ja, eigenlijk niet. Het ging gewoon live op YouTube. Maar oké. Hier, uw bouwvergunning. Bij deze heeft Meisje NL toestemming om plot 52 een gebouw van maximaal 1 verdieping hoog te bouwen. 6-2-2007 met vriendelijk groet Willem Bouwens, wethouder. Ja, dat ben ik. Woehoe! Nou, mag ik de sleutel? Oh, mag ik het even terug, het boekje? Ik heb het verkeerd gedaan. Ja, die krijg je pas bij je plot. Zo, oké. Eigenlijk niet, maar oké.
Komt u maar mee? Ja? Hallo. Ik ben heel druk bezig, mensen. Waar ben je? Ik ben even geld in de kist aan het leggen. Oké, ja. Ik kom eraan. Waar ben je? Ja, ik weet niet waar jij bent. Waar ben jij nou? Oh ja, ik zie je. Hi. Moet je deze kant wat op? Wat heb jij allemaal? Oeh! Cocaïne? Oeh! Nee, ik ga in deze stad graag braaf wezen. Oké, ja, kom. Ja, goed zo. Suiker. Cocaïne. Dat is cocaïne, een liegen beest. Hij is een liegenaar. Ja, liegenaar. Een liegenaartje. Ik ga er hier doorheen. Ik kan toekomst voorspellen. Wat dan? Ik denk dat in public hier een auto staat. Wauw. Wow. Follow the leader, follow the leader. Ja. Oké, ze volgen me, hoor je dat? Nee. Ja. Oké, top. Nou, we gaan even naar je huisje toe. Ja. Maartje! Nee, Maartje. Dus, we zijn bijna bij je huisje. Even kijken. Ik moet wel weten of ik het vind later. Oh ja, het is bijna de laatste rij. Ja, laatst die prullenbak. Ik wil briefbus. Ik wil ook briefbus. Zo, kom maar binnen. En dan heeft u hier de bouwvergunning. Woehoe! Alleen mijn bed is niet helemaal heel, maar... En dan ligt sneeuw op mijn bed! Hier de sleutel. Ja, dat bukt een beetje met dat raam. Huh? Ziet u dat? Nee. Zie jij het niet in het raam zitten? Nee, totaal niet. Oh, ik wel. Oh. Zie hier sneeuw liggen en in het raam. Oké. Even kijken. Gemeentebode leg ik er ook even in. Zo. Ja. Ik heb trouwens nog iets wat van de gemeente is. Wat dan? Dit. Heel stapel boeken. Oh. Nou, hou lekker mij, zal ik zeggen. Leuk toch? Herinneringen. Ja. Nou. Wil je in een video... Oh. Bij deze. Ik heb mezelf op het plot gezet. Hoi. Niet tegen Maartje zeggen. Stil even! Hij wil even hoi zeggen. Zeg hem hoi. Jee. We gaan verder. Nou, mooi. Ik moet alleen nog eventjes dan een brievenbus aanvragen. Dat is gratis. En misschien een upgrade van het pand. Want hoe groot zijn deze precies? Die ik zijn wel mooi. Eigenlijk... Met... Ja, het zijn wel kleine. Het is wel kleiner. Hier, ja, kijk. Dat wel. Ja, ik zag het. Ja, maar ja. Nou, ja. Het is je eigen keuze. Woensdag, denk ik. Ik weet niet wanneer die online komt. Ik ook niet. Moet eerst werken, hè? Ja. Ik zie die borden, dus dat is echt heel irritant. Ik ook. Ah, maar ja, ik vind het leuk, dankjewel. Alsjeblieft. Ik ga denk ik lekker naar binnen, want het wordt koud. Brrr. Is goed. En ja, 13 graden, maar goed. Het is gewoon een soort van rot nou maar op, dan ga ik even afsluiten. Ja. Ja, ik hou. Maar je mag ook wel mee komen. Kom op visite. Ja, is goed. Niet op mijn bed, want dan zit ik al. Gewoon op de stoel. Waarom zit jij op... Oké, ja. Wat? Jij op een bed en ik op een stoel toe. Ja, ik ga hier wel zitten, zo. Nou, iedereen bedankt voor het kijken naar deze aflevering. En ja, zoals jullie kunnen zien, ik begon hoog in de server en eindigde na een paar uur al heel laag. Maar ik krabbel weer op. Ik heb nu een huisje en ik heb een geweldig plan klaar liggen. Ben ik nieuwsgierig naar, Willem? Ja? Ja. Dat ga ik je niet vertellen. Niemand ga ik het nog vertellen. Jullie zien het vanzelf in de video's. Jee. Dus bedankt voor het kijken. Geef even een like. En abonneer nog even als je dat niet hebt gedaan. Ik heb bijna de 10.000 abonnees. En misschien heb ik dat inmiddels. Nee, ik denk niet dat ik het inmiddels al heb. Niet. Nee. Dat zal heel snel wezen. Ja. Maar hou die giveaway actie ook even in de gaten. Die staat weer aan het einde van deze video. Zoals in elke video. Want ja. Geef andere mensen die dit spel niet spelen gewoon de kans om alsnog in Mytopia iets te winnen.
En kijk ook even op Willem zijn kanaal, want Willem die uploadt ook pre-public. En ja. Gewoon Mindtopia. En hij staat nu ook op mindtopia.nl. Woehoe! Ja, ik ben blij. Ja, hij is blij. Heel, zo lang hebben we erover gevraagd en gepraat en gevraagd en gepraat en gepraat. Ja. Gepraat. Nou, dat dus. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering. Doei. 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 Oh. Doei.